bril voor opgezet. Ja. Hebben jullie er veel werk aan gehad de afgelopen weken? Wat hebben jullie allemaal moeten doen tussen dat vervelende evenement van het stelen van die bus en vandaag? Daar hebben we best wel veel werk aan gehad. We hebben bij de winkeliers overal aangeklopt in Spaarland om te vragen of ze mee wilden doen aan een kleine gift om een loterij te houden. Dus daar hebben we alles op moeten halen. En dat is geweldig gegaan. Iedereen heeft meegesponsord. Met spullen? Ja, van cadeautjes tot waardebonnen. Echt heel leuk. Ja. Ja. En wat verwacht je vandaag? Loopt het storm? Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven? Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik hoop dat de storm gaat lopen. Ik hoop dat er toch wel meer dan 100 man op afkomen, hoop ik. Ja, dat is afwachten. Dat is social media. Dat is, Blijft een verrassing. Ja. Maar dat geld uit die bus, dat gaat er natuurlijk komen, hè? Ja, uiteraard. We hebben zelf onze fooiepot gedoneerd. En zo zijn er nog meer mensen die gul geven. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Het is nog tijd om vandaag de handschoenen uit te trekken en het schort weg en zelf mee te lopen? Nee, ik ben bang van niet. Nee. Wij zullen gewoon de winkel draaiende moeten houden. En de rest laten we aan de dames buiten over. Jullie hebben dus ooit bedacht, we gaan hier in Schiedam in ieder geval een paar van die collectebussen neerzetten. Wat was daar de aanleiding toe om naar Schiedam te komen? We gaan gewoon soms met mensen een winkelcentrum in en vragen of mensen dat willen. Dus vaak gaat het via. En toen is dus hier inderdaad een bus gestolen. En dan kom je erachter dat Schiedam ook een van de armere gemeenten in Nederland is. Met heel veel armoede ook onder kinderen dus. Dus het is voor ons een mooie aanleiding om hier dus een doorstart te maken. En zeggen oké, dan gaan we ook hier aan de slag. Dus dat betekent dat ook Schiedamse huishoudens die echt moeite hebben om de eindjes rond te breien, bij jullie aan kunnen kloppen? Nee, wij doen dus geen één-op-één begeleiding. Wij doen het meestal via scholen, want daar zitten de arme kinderen. Die scholen zijn ook nu benaderd voor deze loop. En wat ik na afloop ga doen van deze sponsoractie, ga ik de scholen benaderen. En dan kijken van, beste scholen, hebben jullie behoefte aan geld om kinderen te gaan ondersteunen voor schoolreisjes en dat soort zaken. En dan gaat het balletje rollen en hopelijk kunnen jullie dan je goede werk gaan doen. Is het ook zo dat het geld wat in Schiedam wordt ingezameld, min of meer gelabeld wordt om ook in Schiedam uit te geven? Ja, dat gaan we wel doen. Want het zou een beetje sneu zijn als je in een relatief arme gemeente geld binnenhaalt en dat ergens anders gaat uitgeven. Ja, het zal ook overal nodig zijn. Het is overal nodig, maar we proberen toch wel wat we dus lokaal ophalen, zoveel mogelijk dan ook lokaal uit te geven.